Ja, er viel iets in mijn haar. Oh my god, is het vogelscheid? Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze Q&A. Oké. Okay. Next. Wij hebben laatst allebei een foto geplaatst op Instagram. En daaronder konden jullie vragen stellen. En we gaan in deze video een aantal van die vragen beantwoorden. Doei! Ja, klaar. Klaar, dag. Veel kijk, plezier, doei. De eerste vraag van mij is van Eva. En ze vraagt, wat is jullie leukste moment samen? Toen in de afgelopen zomervakantie. Dat we in mijn tuin gingen kamperen. En toen gingen we ook zeilen en we gingen naar Duinrell toe. Een vraag van Maud. Zijn jullie verliefd of hebben jullie een vriendje? Nee. Een vraag van Quinty. Hoe kennen jullie elkaar? Van school. Via school. En we wonen ook in hetzelfde dorp, dus daar kennen we elkaar ook van. Volgende vraag van Emma. Waar rijd je paard? Ik rijd paard bij Wetland Horses in Goudrak. Een vraag van Sophie. Wat betekent jullie vriendschap voor elkaar? Heel veel. Ja, anders zou je ook niet met elkaar op vakantie gaan. Een vraag van Sarah. Welke place on earth zouden jullie ooit nog willen bezoeken? Zo'n land zoals Mexico? Ik denk Amerika. Ik heb een vraag van Linkve. Waarom zijn jullie aan een YouTube kanaal begonnen? Nou, het leek ons wel leuk om te vloggen. Nou, in ieder geval, ja, we gingen samen op vakantie. En we vonden het heel leuk om dan hier te filmen. We hadden al eerder een idee om een YouTube kanaal te beginnen. Ja, maar daar kwam er niet van. Nee. Een vraag van Fleur. Wat zou je doen als je enige man zou zijn? Wilt plassen? Ja, sowieso wilt plassen. Wat vinden jullie van aardappelen? Ik vind ze super lekker, vooral als ze in de oven zijn. Ik vind ze ook lekker als ze worden gefrituurd hoor. Ik heb een vraag van Iris en die vraagt, wat is jullie grootste blunder? Ik heb één hele grote blunder. Maybe she's a bully, maybe it's a nicotine, maybe she's a dancer, maybe she's a beauty queen. Porno of eten? Eten. Sowieso. Sowieso eten. Fenne vraagt, willen jullie groot worden op YouTube? Niet per se. We vinden het gewoon heel leuk om te doen. Ja, het zou wel leuk zijn. Casper vraagt, liever kaas of posters plakken? Ik weet, kaas. Posters plakken. Kaas plakken. Kaas plakken. Posters plakken. Ik hou toch van kaas plakken op mijn brood? Posters plakken op de muur. Dat is toch niet leuker dan kaas plakken op je brood? Posters plakken op de muur of kaas plakken op de muur? Kaas plakken. Nou. Zolt vraagt, hebben jullie recent nog wel een bloedonderzoek gehad? XX bloedonderzoek. Bjorn vraagt, hebben jullie nog genoeg vrije tijd naar YouTube? Ja. Ja. Gavin vraagt, wat vinden jullie van pizza met ananas? Heel lekker. Wat zouden jullie samen nog een keer willen doen? Op vakantie gaan, maar dan echt met z'n tweeën. Christina vraagt, Snapchat of WhatsApp? Snapchat. Ja. Jade vraagt, hoe lang kennen jullie elkaar al? Ken elkaar iets meer dan 2 jaar. Een vraag van David. Elkaar niet zien voor 1 jaar of geen internet voor 1/2 jaar? Geen internet voor 1/2 jaar. Nee, geen internet voor 1/2 jaar. Vraag gewoon of iemand de streaks overneemt. Ja. Anouk vraagt, Insta of Snap? Insta. Instagram, ja. Vivian vraagt, McDonald's of KFC? McDonald's, maar alleen voor de McFlurries. Ja, ik ook. Tirza vraagt, liever blind of doof? Doof. Ja. Vivian vraagt, waar kunnen jullie voor wakker gemaakt worden? Als ik een paard krijg of zo, of als ik op wereldreis ga? Van mijn kinderchocola. Matthijs vraagt, op de schaal van 1 tot 10, hoe lekker is pizza? 10. 10. Nerdy Noor vraagt, YouTube of Netflix? Ik sowieso YouTube. Ik Netflix. Ze vraagt ook, Nike of Adidas? Nike. Ik ook Nike, maar als het aan schoen ligt, Adidas, want dat vind ik lekkerder zitten. Ja. Nou, dat waren de vragen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze Q&A. En als je deze video leuk vond, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet zeker niet te abonneren. Doei!